nuts. Even terug naar het probleem. Waarom doen we dit ook alweer allemaal? Als ik een Samsung-telefoon heb en u heeft een iPhone, dan vinden we het heel normaal dat we elkaar gewoon kunnen bellen. Ik heb dit voorbeeld schaamteloos van Egbert gestolen. Maar in daarom. En in de telecom vinden we dat heel normaal. Sterker nog, als ik een T-Mobile contract heb en u heeft een KPN contract, dan vinden we het nog steeds heel normaal dat we elkaar gewoon kunnen bellen. Nou, in de telecom is dat is niet de enige. Er zijn wel meer branches en sectoren waar het heel normaal is dat je op zo'n manier met elkaar omgaat. Maar in de zorg is dat helaas nog niet zo. In de zorg zien we toch voornamelijk het Facebook-model. Van op het moment dat we willen samenwerken, dan moeten we op hetzelfde platform gaan zitten. Dan moeten we dezelfde applicatie gebruiken. Dan moeten we op dezelfde manier in dezelfde software gaan werken, zodat we met elkaar kunnen samenwerken. En dat voelen we. De zorg voelt dat. In de vorm van gebrekkige communicatie tussen hun applicatie door zo moeilijk samenwerken. Wij voelen dat als softwareleveranciers, hè, jullie en wij als nutcommunity. En dat is ook waarom we hier natuurlijk mee bezig zijn. En ook de media voelen dat. Dus we zien aardig wat artikeltjes langskomen over dat de ICT hapert of onveilig is of wat voor problematiek dan ook. En dat is natuurlijk gewoon heel vervelend ook om zo als sector te boek te staan. Dus we hebben ongeveer een jaar geleden gezegd, iets langer alweer, inmiddels alweer anderhalf jaar geleden. Wat kunnen wij nou doen om als leveranciers onderdeel te zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem? Wat kunnen wij doen om dat stapje te zetten zodat we die communicatie kunnen gaan faciliteren en we van dat Facebook-model afkomen? Nou, daar is Nuts uit voortgevloeid. Dus wat is Nuts ook alweer? Nuts is in de eerste plaats een samenwerkingsverband van inmiddels een stuk of 24 partijen, 25. Ergens daar zitten we nu. Dit plaatje is alweer verouderd. Er komen elke maand alweer een paar partijen bij. Dus dat is erg leuk om te zien. Nuts is een stichting sinds bijna een jaar. Waarin we zo min mogelijk doen, maar wel een aantal zaken regelen. Zoals Sjerk al zei, sommige dingen moeten helaas centraal. En Nuts is een open source community. En in de open source community ontwikkelen we dus open source software met elkaar om te faciliteren dat we met elkaar communiceren. Dus wat proberen we te maken dan? Waar streven we naartoe vanuit Nuts? Dat is een decentrale infrastructuur voor de zorg. Deze slogan hebben we al een jaar en we merken de laatste paar maanden dat het voor sommige mensen de verkeerde associaties triggert. Dus we zijn nu een beetje aan het piloten met tools om de zorg peer-to-peer te verbinden. Ik weet nog niet of dat nou de nieuwe term moet zijn, maar we zijn nog een beetje op zoek. In ieder geval, we zijn op zoek naar technologie. Dan hebben we het over standaarden, dan hebben we het over open source software. Om applicaties rechtstreeks met elkaar te kunnen laten communiceren, om gegevens te delen. Protocollen en technologieën waardoor we die vanzelfsprekendheid die we in andere sectoren zien, dat we die ook naar de zorg kunnen brengen. Waar gaat de afslag mis als je zegt van dat we merken dat het toch niet helemaal lekker gaat? Wat gaat er dan mis? Omdat een aantal mensen lezen in decentraal regionaal. Dat is een probleem dat we zien. En een aantal mensen zijn wat huiverig voor het woord infrastructuur, omdat dat klinkt zo groot. Dat klinkt alsof gegraven gaat worden in je straat. En dat klinkt alsof er 5 maanden overheen gaan en je een ton kwijt bent per aansluiting. En heel vaak zien we dat ook zo is. Maar dat is natuurlijk niet waar wij naar streven voor Nuts. Dus dat zijn even de pijnpunten waarvan we nu na een jaar beginnen te merken dat we ze triggeren als we het hebben over een decentrale infrastructuur. Bedankt voor je scherpe vraag. Oké, maar hoe dan? Hoe gaan we dat dan realiseren? Want we hebben allemaal grote mond en grote ideeën en open source software. Maar wat gaat dat dan doen? Daar hebben we dit plaatje voor geïntroduceerd met deze mooie puzzelstukjes. En we zeggen dat proces, als we het hebben over dossier delen, als we het hebben over multidisciplinair overleg, als we het hebben over een e-overdracht, dat proces loopt eigenlijk van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener. Dus dat is ook hetzelfde proces. Daar moeten schermen voor gemaakt worden, daar moeten misschien apps voor ontwikkeld worden, zodat die gebruiker kan interacteren met dat dossier. Dit is ook een stuk waar we gewoon op moeten concurreren als leveranciers en de mooiste ondersteunende faciliteiten voor de gebruiker moeten bouwen. Maar dan hebben we het dossier zelf, het ECD of het EPD. Op die laag worden wij nu steeds vaker gepusht als leveranciers, jullie ongetwijfeld ook, om data uit te gaan wisselen. Zoals bijvoorbeeld zorginformatiebouwstenen via FHIR. Nou, dat is mooi en aardig. Alleen als wij die zorginformatiebouwstenen inbouwen, dan zijn we er nog niet. Dan hebben we alleen nog maar een endpoint gemaakt. Daar kun je op bevraagd worden. Maar ja, daarmee heb je nog niet samenwerking gefaciliteerd. Dan heb je alleen nog maar een endpoint gecreëerd. En het derde wat we nodig hebben, in onze ogen, is dus een nutspuzzelstuk. En dat noemen we de nutsnoden.
En de nutsnode die gaat een viertal zaken regelen. Te weten identiteit van de gebruiker in het andere systeem. Dus wie ben ik in dat systeem waar ik niet bekend ben als gebruiker. Toestemming, dus wat mag ik vervolgens in dat andere systeem. In dat systeem wat dus niet mijn systeem is. Adressering is op het moment dat ik als zorgverlener met een andere zorgverlener wil communiceren. Welke leverancier heeft die zorgverlener? Waar leeft dat systeem? Hoe kan ik dat bereiken? Via welke protocollen? Dat is allemaal adressering. En logging tenslotte is het vraagstuk, als wij gegevens gaan uitwisselen op een decentrale manier, hoe houden we dan nog bij waar die gegevens allemaal naartoe verdwenen zijn, zodat de patiënt inzage kan krijgen in wie er toegang heeft gehad tot zijn dossier. Nou, belangrijke zaken. Dan komen we even terug in dit plaatje. Dus wat wij eigenlijk nu zeggen, die vier thematieken, daar gaan die nutsnodes over met elkaar communiceren. Dat doen ze rechtstreeks met elkaar. Elke leverancier kan dus zijn eigen nutsnode neerzetten, of meerdere, dat mag ook. Die communicatie faciliteren. Maar de communicatie zelf loopt gewoon rechtstreeks van de ene software naar de andere software van de leverancier. Gaat niet via de nutsnodes. We zijn vorig jaar heel druk bezig geweest met dat eerste thema. Dus authenticatie. Dus hoe weet je welke gebruiker in het andere systeem hoe weet je wie dat is, die persoon? Daar hebben wij redelijk wat onderzoek naar gedaan. En we zijn uiteindelijk erg gecharmeerd van het concept van attribute-based authentication. Dus we gebruiken nu op dit moment Irma voor. Afgelopen jaar hebben de heren zich heel druk gemaakt om die toestemmingen dan te gaan delen. En een toestemming kan expliciet zijn door de patiënt gegeven, dan wel impliciet bijvoorbeeld als onderdeel van een overdracht of een doorverwijzing. Maar ik heb een voorbeeldje voor jullie gemaakt. Stel, de thuiszorg wil gegevens delen met de huisarts. Heeft daarvoor de patiënt om toestemming gevraagd. Gewoon op papier, ouderwets. Hè. De patiënt van de thuiszorg is doorgaans geen dertiger. Die toestemming die legt de thuiszorg vervolgens vast in haar eigen nutsnode. In het toestemmingsregister van haar eigen nutsnode. En die nutsnode die faciliteert vervolgens zelf, autonoom, dat die gegevens gedeeld worden met de nutsnode van de huisarts en de nutsnode eventueel van een PGO als dat betrokken is. En merk dus ook op dat deze, de nutsnode van het ziekenhuis, dat die niet verwittigd wordt en niets kan zien van deze transactie. Hoe gaat dat daarheen dan? Hoe weet die thuiszorg nutsnode dat die naar de huisarts en de patiënt moet? Dat is een hele goede vraag. De wijkverpleegkundige in dit geval legt vast dat de huisarts toegang heeft. Dus dan moeten we een adresboek gaan raadplegen om de vraag te beantwoorden. Deze huisarts, welk systeem hoort daarbij? Dan vindt hij dit systeem en kan hij toestemming delen met dit systeem. En dat PGO, daar zullen we ook een registratie voor moeten hebben aan de kant van de thuiszorg. Voor deze patiënt, welk PGO is er betrokken? Dus je moet in dat ECD gaan vastleggen van die thuiszorg wie die huisarts is en of die patiënt een PGO heeft? Juist. En in de meeste, wat zeg je? Handmatig. Handmatig, ja. En in de meeste gevallen gebeurt dat ook al. Bij de thuiszorg wordt al vastgelegd wie de betrokken huisarts is, zodat er contact opgenomen kan worden. En het enige wat je nu doet, is dat ook nog digitaal niet alleen hier vastleggen, maar ook daar. Ja. En dat kan automatisch. Dat kan gewoon elkaar volgen. Je kunt dat ook uit externe bron halen en op die manier je noden vullen. Er zijn verschillende oplossingen voor. Maar dit is het concept. Dus we delen informatie met die partijen die betrokken zijn bij de toestemming en niet met de andere partijen. En dat doen we eigenlijk transparant en zonder dat er mensen aan te pas hoeven te komen, behalve voor die initiële vastlegging, zoals jij dat zo goed opmerkt. En hier hebben wij mee dus afgelopen jaar het eerste decentrale nationaal werkende toestemmingsregister gecreëerd. Hey, dankjewel Jochem. En ja, dat is op zich ook best wel een prestatie, vind ik ook wel. En de vraag is nu nog, hoe gaan we dat laten landen in alle applicaties, zodat we er zoveel mogelijk mee kunnen gaan doen. Dus dan sluit ik af met nog even dit. We zijn januari ongeveer begonnen met het opnemen van een podcast. Of je dat nog even gemist had, de podcast heet Going Nuts. En je kunt hem vinden op onze website /podcast. En dan geef ik het woord aan Steven.